We zijn vandaag bij de 39e avondvierdaagse in Kuik. Doen meer dan 1000 mensen mee en we gaan even kijken. Ben je blij dat er zoveel mensen meedoen? Ja, ik ben zeer blij dat er we meer dan 1000 deelnemers dit jaar aan de start hebben van de avondvierdaagse. En ben je ook ben je er klaar voor de aankomende 4 dagen? Het was vandaag wel eventjes nog wat werk om het startplein klaar te maken, maar nu zijn we er denk ik wel klaar voor. Dus dat gaat wel goed komen. Dag 2, de avondvierdaagse in Kuik. Hoi Wim, vertel eens iets over de avondvierdaagse. Ja, prima. Nou, het heugelijke feit is dat wij dus dit jaar 1061 ingeschreven wandelaars hebben. We schatten dat er een 300-350 ouders als begeleiding meelopen. Dus eigenlijk hopen we dat we net over de 1400 mensen hebben op het parcours. En ja, dat is dan toch weer iets wat ons in deze 7 jaar eigenlijk niet gelukt is. Dus wij vinden het toch wel een aardige mijlpaal. En wat is jouw taak bij de avondvierdaagse? Ik ben formeel marsleider bij de avondvierdaagse. Dat houdt in dat ik samen met scouting de routes ontwerp. Kijken of ze inderdaad uit te voeren zijn. Ja, uiteraard de afstanden in de gaten te houden. En dan tijdens de vierdaagse zelf is mijn taak dan om die routes te bewegwijzen. Dus dat is 's morgens de pijltjes ophangen voor de avond. En als die pijltjes hangen, dan kan ik de pijltjes van de vorige dag weer ophalen. Want ja, ook die moeten natuurlijk weg. Die kun je niet laten hangen op een koers. En ja, dat stond toch wel een aantal uren per dag in de week van de vierdaagse tot je daar mee bezig bent. Ja. Dan ben je er nog wat druk mee bezig. Ja. Ja, dat is inderdaad wel. Ja, het zat vandaag een klein beetje tegen. Ik kwam erachter dat ik op een gegeven ogenblik vergeten was dat er een route 15 kilometer op een stukje samen met de 10 kwam. En dat was na het 4e bordje kwam ik erachter. Dus ik kon weer op de fiets 4 bordjes terug, het andere bordje erbij hangen en weer verder. Ja, helaas, maar dat gebeurt dan ook een keer. Maar goed. Dit is de 3e dag van de avondvierdaagse in Kuik. Dag 4, avondvierdaagse in Kuik. Patrick, jouw taak bij de avondvierdaagse.
Ja, vandaag mag ik bij de start dus knippen voor de 10, 5 en de 15 kilometer. En ja, dat de kinderen onderweg zijn en dadelijk gaan we nog naar de Hertog Karelaan waar we de eerste knip mogen geven. Dat ze daar gepasseerd zijn en daarna naar de Schouwburg. Oké, okay, en hoe bevalt nou de laatste dag? Nou ja, dus laatste loodjes en ja, het is kermis hier in Kuik. Dus ik snap dat de mensen heel snel naar huis willen en naar de kermis willen met de kinderen. En heb je zelf ook meegelopen of loopt de familie mee? Nou ja, vorig jaar heb ik de eerste twee dagen de 5 kilometer met mijn zoontje gelopen. En de laatste twee dagen de 10 kilometer. En dit jaar loopt mijn vrouw samen met mijn zoon de 10 kilometer. Avondvierdaagse verlopen? Ja, tot nu toe is die goed verlopen. In ieder geval voor de wandelaars. De organisatie heeft wat meer moeite gehad, want ja, bij het 's avonds bij het wandelen is het droog. Maar overdag moeten die pijlen ook opgehangen worden. En het was vandaag en gisteren niet droog, dus dat was jammer voor de organisatie. Maar ja, de kinderen hebben een boel plezier gehad en daar doen we het voor. En ik denk toch wel dat dat gelukt is vandaag. Maar druk mee. Ja, het is inderdaad nou eventjes hoogtij. Hè? Alles komt tegelijk binnen. We hebben ook in ieder geval de 15 kilometer vandaag een kwartier eerder laten starten. Dus hopelijk komen die ook een beetje in de drukte binnen. Tot ze niet helemaal achteraan een beetje alleen hangen. Dus dat wel, ja, nou is het eventjes. Daar staan er 7, 8, 9, 10, 11. Staan met 14 man staan we medailles uit te delen. Nou ja, 1000 medailles. Dus dat zijn er zo'n 75 per persoon als je geluk hebt. Dus, ja, dan zijn er een hoop. Dat is inderdaad wel. Maar goed, volgend jaar hopen we toch nog iets meer. Wij willen volgend jaar toch wel voor de 1250 deelnemers gaan. Dus we gaan er alles aan doen. Kijken hoe we dat kunnen gaan bereiken volgend jaar. Nou Arjan, het zit er weer op. Ja, het is de laatste loodjes en zoals je ziet zijn iedereen de medailles aan het ophalen en de diploma's. Ben je tevreden? Ik ben zeer tevreden, zeker vanwege het deelnemersaantal wat we bereikt hebben, wat boven de streefverwachting was en hopelijk wordt volgend jaar weer meer. Volgend jaar is de 40ste editie? Ja, volgend jaar de 40ste en ik hoop dat we weer zo'n deelnemersaantal als dit jaar krijgen, misschien nog iets meer. Gebeurt er nog iets speciaals volgend jaar? Zeker bij een jubileumeditie als de 40ste zijn we wel iets speciaals van plan. Wat, dan gaan we komend jaar nog uitwerken. Maar het wordt een mooi feestje weer. Zijn er dan nog dingen anders dan dit jaar? Waarschijnlijk wordt de spandoekwedstrijd toegankelijk voor iedereen. Dus andere verenigingen en eventueel kleine clubjes mogen meedoen. Daarbij gaan we nog een eindtijd instellen dat iedereen minimaal binnen moet zijn. Hoe laat dat wordt, dat wordt volgend jaar bekendgemaakt. En ja, nog heel veel andere leuke verrassingen.
afgelopen dagen zijn jullie actief geweest als brigadiers. Hoe is dat verlopen? Ja, prima. We hebben vier dagen met plezier verkeersregelaar geweest. We hebben drukke punten gehad. Er liepen ook veel meer lopers mee als normaal. Wat ik begrepen heb was het 1069. En op één klein incidentje na is één persoon maar aangerezen, een beetje een zwaar woord, maar wel geraakt. Maar verder niet gewond of zo. Dus dat is eigenlijk het enigste minpuntje eigenlijk. En zijn jullie van plan om het volgend jaar nog een keer te gaan doen als brigadier? Oh, zeker weten. Ik bedoel, dat is hartstikke leuk om te doen. En kijk, je doet iets voor de gemeenschap. En als je ziet hoe die kinderen oversteken, ja, je loopt met plezier en daar doe je het voor. Heb je dat al vaker gedaan? Ik heb het vaker gedaan. Ik doe het vast voor de Tour de France en voor de Giro. Maar dit is gewoon eigenlijk heel iets anders. Kun je helemaal niet met elkaar vergelijken. Maar dit is gewoon ontzettend leuk om te doen. En jij? Voor mij is dit de eerste keer. En volgend jaar? Ja, volgend jaar wil ik best weer doen. Dit was de avond vandaag 2018. Het was de 39e editie. Op naar de 40ste!